kun je ontslagen worden voor het eten van een handje pinda's? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, dames en heren, kun je ontslagen worden vanwege het eten van een handje pinda's? Ik neem u mee terug in de tijd, naar 15 jaar geleden. En ik neem u mee naar Schiphol. En daar zit een bedrijf dat heet KCS. En KCS doet de catering van de KLM. En daar werkte een meneer Koning. En meneer Koning die was manager. En die werkte daar al een aantal jaren. En op een gegeven moment had hij een dag dat hij zo hard moest werken, naar zijn eigen zeggen, dat hij geen tijd had om te lunchen. En hij had op een gegeven moment zo'n honger gekregen dat hij echt iets moest eten. En toen zag hij ergens liggen een zakje met pinda's. U kent ze wel van de KLM als u een keer met de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij vliegt, dan krijgt u altijd zo'n zakje waarvan ik altijd denk, waarom zitten er niet iets meer pinda's in? En dat was een retourgekomen zakje. Geopend. En hij schudde een aantal pinda's uit dat zakje in zijn hand en at die op. En een collega van hem, die had dat gezien. En die zei tegen hem, ja maar, dat zijn helemaal geen pinda's van jou. Dat zijn pinda's van de KLM. En toen dacht hij, ja dat is eigenlijk wel waar. En toen ging hij naar zijn leidinggevende en toen zei hij, ik moet je iets vertellen. Ik moet je iets opbiechten. Ik heb een handje pinda's gegeten uit een retourgekomen zakje. En weet je wat die leidinggevende toen zei? Maak je bureautje maar leeg, je bent op staande voet ontslagen. En mijn vraag aan u is dat nou een terechtgegeven ontslag op staande voet vanwege het eten van een handje pinda's? Zullen we eens even stemmen? Wie vindt van ja? Wie zegt, dat is een terecht ontslag op staande voet? Dat is een hele kleine minderheid van een 3 of 4 van de mensen die hier zijn. Voor de mensen die nog niet overtuigd zijn, misschien kan ik u alsnog overtuigen. Maar misschien ook wel niet. Binnen dat bedrijf, KCS, golden hele strenge regels voor het opeten van retourgekomen producten. En daar werd ook regelmatig aandacht voor gevraagd. Ik zal u even een passage voorlezen uit het bedrijfsblaadje, de catermail. Daar stond het volgende. Als het gaat om diefstal, volgt ontslag op staande voet. En wij leggen graag nog eens uit waarom dat gebeurt. Omdat het toch wel heel hard aankomt en toch nog wel eens onbegrip wekt als iemand KCS onmiddellijk moet verlaten. Als hij of zij een blikje tonic van de klant opdrinkt of zonder toestemming de jas uit de kledingkast van zijn collega meeneemt. De reden hiervoor is even eenvoudig als belangrijk. Wij mogen en moeten elkaar blindelings vertrouwen. En het maakt dus niet uit of een zaak, blikje tonic of Gucci horloge, bijvoorbeeld weinig of veel waarde heeft, beschadigd of onbeschadigd is, bedorven of onbedorven is, weggegooid of opnieuw geleverd kan worden. En daar werd met regelmaat werd er aandacht voor gevraagd voor die regels. En meneer Koning kende die regels ook. Kijkt u daar nu anders tegenaan als u dat weet? Laten we nog eens een keer gaan stemmen. Net hadden we 3 mensen die zeiden, ja, dat ontslag op staande voet is terechtgegeven. Met deze additionele informatie, kijkt u er nu anders tegenaan? Wie vindt er nu dat het wel een dringende reden voor ontslag op staande voet is? Dat is ongeveer de helft. Nou, laten we eens kijken hoe je dit moet beoordelen. En als je moet kijken hoe je zo'n zaak moet beoordelen, moet je natuurlijk altijd kijken in de rechtspraak van de Hoge Raad. Wat heeft de Hoge Raad hierover gezegd? Als er sprake is van een ontslag op staande voet, dan moet er aan 3 eisen zijn voldaan. En de belangrijkste daarvan is dat er sprake moet zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet. En hoe moet je nou beoordelen of er zo'n dringende reden is? Nou, daar is een zaak over geweest in 1999 bij de Hoge Raad. En die ging over het volgende. Die ging over een orthopedisch schoenmaker. En die meneer, die werkte al best wel lang bij dat bedrijf, bij dat orthopedisch schoenmakersbedrijf. En op een gegeven moment, op een goede dag, nou voor hem was het eigenlijk meer een kwade dag, hield hij pauze, zat hij koffie te drinken. U ziet het voor zich, hè, 's ochtends een uurtje of 11, krantje lezen. En op een gegeven moment kwam de dochter van de directeur, die kwam binnen. En die zei tegen deze man, joh, wordt het niet weer eens tijd dat je aan de slag gaat? En daar was die man niet van gediend, want die liet zich niet de les lezen door die jonge snotneus. En je weet hoe dat gaat, er werd wat gescholden over en weer en op een gegeven moment dacht de dochter van de directeur, ik gooi maar eens even een kopje thee in het gezicht van deze meneer. En zo geschiedde. Daar was die meneer niet van gediend, dus die nam vervolgens de dochter in een houtgreep en zette haar buiten de deur. Nou, dat was nog niet het eind van het liedje, want kort daarna kwam de vrouw van de directeur verhaal halen wat er met haar dochter was gebeurd. En dat werd een hele vervelende toestand, want op een gegeven moment pakte die vrouw een hamer. Ik heb er maar een meegenomen. En wat deed hij? Die kwam dreigend met die hamer op die man af. En in een onbewaakt ogenblik legde ze die hamer weg en toen pakte die orthopedisch schoenmaker die hamer. En pakt hem niet zo beet, maar pakt hem andersom beet. Je kunt het allemaal nalezen in de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. En wat er gebeurde was, die man die kwam dreigend met die steel van die hamer op die vrouw af. En toen riep die vrouw, sla me dan, sla me dan. En toen ze dat 2 keer gedaan had, toen dacht die werknemer,
Dat laat ik me geen 3 keer vertellen. En die sloeg met de steel van de hamer op de pols van die vrouw. En die leed vervolgens aan een zogeheten hematoom. Wie weet wat een hematoom is? Een blauwe plek. Dus het viel allemaal nog wel mee. Maar goed, de directeur zelf vond het helemaal niet meevallen en ontsloeg deze man op staande voet. En in die zaak kwam uiteindelijk de vraag op, is hier nou sprake van een dringende reden? En wat zei de rechtbank in die zaak? De rechtbank zei, ja, als jij de vrouw van de directeur mishandelt met een hamer, dan is dat zo ontzettend ernstig, dat is een dringende reden. Dus het ontslag op staande voet is op zich terecht gegeven. Maar, zei de rechtbank ook, tegelijkertijd zien we ook wel dat dit ontslag deze man heel zwaar treft. De gevolgen zijn heel verstrekkend. En vanwege die gevolgen geven we hem een schadevergoeding mee. Want we vinden het ontslag vanwege die gevolgen kennelijk onredelijk. Nou, moet je voorstellen dat je advocaat van de werkgever bent en je moet dit bericht overbrengen aan je cliënt. Dus dan bel je je cliënt en zeg je, nou, ik heb ontzettend goed nieuws. U heeft de zaak gewonnen, u heeft die werknemer terecht op staande voet ontslagen. Eventjes by the way, u moet ook nog 25.000 gulden betalen, want het is kennelijk onredelijk wat u heeft gedaan. Nou, dat begrijpt geen werkgever natuurlijk. Dus die zaak ging naar de Hoge Raad en wat zei de Hoge Raad? De rechtbank heeft het verkeerd gedaan. Want bij de beoordeling of er sprake is van zo'n dringende reden voor ontslag op staande voet, moet je niet alleen maar kijken naar wat heeft die werknemer nou gedaan. Nee, dan moet je veel breder kijken naar alle omstandigheden van het geval. Nou, wat zijn dat dan voor omstandigheden? Dan moet je onder andere kijken naar de lengte van het dienstverband. Wat voor soort functie bekleedde die werknemer nou? Hoe heeft hij daar in het verleden gefunctioneerd? En ook heel belangrijk, de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Hoe oud is die? Komt hij ooit nog aan een baan? Wat zijn de gevolgen van het ontslag voor hem? En dat moet je allemaal bij elkaar nemen. En als je dan zegt, in het kader van die weging van alle omstandigheden van het geval, hoewel de gevolgen ernstig zijn, vinden we het toch zo ernstig dat het een dringende reden is, ja, dan kan het vervolgens niet nog eens een keer zo zijn dat er een schadevergoeding bij komt uit hoofden van kennelijk onredelijk ontslag. Dus die weging voor die dringende reden, dat is een weging, een hele brede weging van alle omstandigheden van het geval. Nou, daar is wel kritiek op gekomen van verschillende hoogleraren, die hebben gezegd, ja, maar als dat de maatstaf is voor de beoordeling of er sprake is van een reden voor ontslag op staande voet, dan is er hele grote onzekerheid. Dan weet je het eigenlijk van tevoren nooit als werkgever. Want hoe moet je nou weten of het dubbeltje nou de ene keer de ene kant op rolt, of de andere kant, of die gevolgen nou net wel tegen de aard en de ernst van de gedraging opwegen, of net niet. Dus daar is een enorme kritiek eigenlijk gekomen op die leer van de Hoge Raad. Nou, de vraag is of die kritiek terecht is. En ik denk het eerlijk gezegd niet. Op heel veel terreinen zijn er namelijk best wel duidelijke lijnen te ontdekken in de jurisprudentie of bepaald gedrag al dan niet als dringende reden voor ontslag op staande voet kwalificeert. Kijk je bijvoorbeeld naar mishandeling op de werkplek, hè, als je je collega in zijn gezicht slaat, nou dan is het in 9 van de 10 keer echt wel een dringende reden. En zo zijn er heel veel verschillende terreinen, subterreinen, waarvan je kunt zeggen het is best goed voorspelbaar. Maar, ik ben de eerste om toe te geven, op sommige terreinen is het inderdaad vrij onvoorspelbaar of onvoorspelbaar geweest. En het mooiste voorbeeld daarvan zijn dat soort zaken als die pindakees. En dat noemen we zaken die gaan om bagateldelicten. Dus het zijn op zich wel delicten, het diefstal of verduistering van een paar cashewnoten, van een paar pinda's, maar het gaat maar om een heel kleine waarde. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, daar werd in de rechtspraak heel verschillend tegen aangekeken. Want aan de ene kant had je zo'n zaak als die pindakees, maar het gekke is, je had ook zaken die helemaal de andere kant op gingen. Want een paar jaar na die pindakees kwam er een andere zaak van exact dezelfde werkgever, KCS, bij exact dezelfde rechtbank, waar het ging om een werknemer van de KCS, die niet een paar pinda's had opgegeten, maar uit een ander bakje een paar cashewnoten had opgegeten. En dan zou je toch zeggen, nou, wat is het verschil tussen pinda's en cashews? Maar dat is blijkbaar een heel groot verschil, want de rechter in die zaak zei, nee, dat vis gaat er toch echt te ver. Een ontslag op staande voet vanwege het eten van een paar cashewnoten. Dus daar zie je inderdaad, op dat terrein van die bagateldelicten, liep de rechtspraak wel een beetje uiteen. Nou, wat moet je doen als er sprake is van rechtspraak die uiteenloopt? Dan ga je naar de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land. En dan kun je hopen dat de Hoge Raad een beetje richting geeft. En dat doet de Hoge Raad ook. Dat heeft hij gedaan op dit terrein, dat terrein van die bagateldelicten, in een uitspraak van 2012. En waar ging die zaak over? Die zaak ging over iemand die werkte bij de Bijenkorf. En bij de Bijenkorf, daar organiseren ze af en toe leuke acties voor het eigen personeel. Ze doen vaak van die leuke acties voor het winkelend publiek, hè. Dat heet volgens mij de 3 dolle dwaze dagen of zoiets. Nou, dat soort dolle dwaze dagen hebben ze ook af en toe voor het eigen personeel. En daar mag het eigen personeel dan in een bepaald zaaltje komen. En daar liggen allemaal kleding die de Bijenkorf toch niet meer wil verkopen. En dan mag het personeel dan 3 producten kopen voor een tientje. Nou, een bepaalde werknemer had dat gedaan. Die had 3 producten gekocht. Maar wat had hij gezien? Die zag dat er ook nog een heel mooi jasje was. En nog een hele mooie broek. Die eigenlijk ook wel heel graag wilde hebben.
Dus die ging naar zijn leidinggevende en die zei, joh, mag ik alsjeblieft die twee producten ook nog kopen? Nou, zei die leidinggevende, nee, sorry, dat kan niet. De regels zijn regels, we hebben hier hele duidelijke regels. Iedere week nemen 3 producten voor een tientje, maar ook niet meer dan dat. Nou, volgende dag ging die nog een keer naar de leidinggevende, stelde die nog een keer dezelfde vraag, kreeg weer hetzelfde antwoord, nee, het mag niet. En u voelt het natuurlijk al aan, want die zaak komt niet zomaar bij de Hoge Raad. Wat er toen gebeurde was dat meneer alsnog dat zaaltje inging, de broek en het jasje meenam en werd gesnapt bij de uitgang en op staande voet werd ontslagen. En ook in die zaak lag dus weer de vraag voor, ja, kun je nou iemand op staande voet ontslaan die ergens al best wel een poos werkt, vanwege het meenemen van 2 spullen die eigenlijk gewoon voor de bijkorf geen waarde meer vertegenwoordigen. Een bagatel. En je ziet aan die zaak hoe verschillend daar in de rechtspraak over werd gedacht tot dat moment. Want de kantonrechter zei, de eerste rechter, die zei, ja, ik vind dat, het is wel zwaar fout wat die man gedaan heeft, maar toch, gelet op de geringe waarde en de gevolgen en hij is kostwinnaar, et cetera, vind ik het geen ontslag op staande voet waard. Vervolgens ging de zaak in hoger beroep bij het Hof en het Hof keek helemaal anders tegen die zaak aan. Want wat zei het Hof? Je hebt hier een detailhandelorganisatie die belang heeft bij duidelijke regels op dit terrein. Die duidelijke regels hebben ze ook gesteld. Die man is gewaarschuwd dat hij dit niet mocht. Ja, als je dan alsnog die spullen meeneemt, dan is dat gewoon hartstikke dom en dan moet je maar op je eigen blaren gaan zitten. En is dat gewoon een dringende reden. Vervolgens ging de zaak naar de Hoge Raad en daar zag je dat die zaak opeens weer de andere kant op ging. Terug naar de positie van de werknemer. Want de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, de adviseur van de Hoge Raad om het zo maar te zeggen, die zei nou, dat oordeel van het Hof, dat begrijp ik eigenlijk niet. En kort daarna moest de Hoge Raad zeggen wat hij er vond en wat zei die? Die zei, wij zijn het volkomen eens met wat het Hof heeft gezegd. Wij vinden het oordeel van het Hof juist en alleszins begrijpelijk. En dat betekent in feite niets anders dan dat de Hoge Raad zegt wat het Hof hier heeft gedaan is de enig juiste uitkomst. En dat betekent in feite dat daarmee de Hoge Raad een heel duidelijk signaal heeft gegeven voor dit soort problemen, die problemen van die bagateldelicten. Dat is in beginsel een dringende reden, als je maar duidelijk beleid hebt geformuleerd als werkgever en je hebt er ook belang bij en je implementeert dat beleid uniform in alle gevallen, dan is dat een dringende reden. En wat je nou ziet, sinds dat arrest van de Hoge Raad uit 2012, is er in de lagere rechtspraak ook geen verdeeldheid meer. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Uitspraak van het Hof in Den Haag ging over een mevrouw die 1 blikje Red Bull, ze werkte als cashier in de supermarkt, 1 blikje Red Bull in haar pauze had verduisterd. Nou, wat is de waarde? Inkoopwaarde, misschien 50 cent? Dringende reden voor ontslag op staande voet volgens het Hof. Een mevrouw die werkte in een supermarkt, de rechtbank Midden-Nederland. Wat had die mevrouw gedaan? Lees het u maar heel even voor. Dat gesnoept van een half afgebokken broodje. Ze had een stuk appeltaart gegeten en beide helften van een stokbrood en een appelflap. Bij de Albert Heijn. Dringende reden voor ontslag op staande voet. En als klap op de vuurpijl, hier in Amsterdam, kantoorrechter Amsterdam, ging een mevrouw in een horecagelegenheid. Die had geprobeerd om een muntje van 50 eurocent in haar zak te steken. Ook daarvan werd gezegd, dringende reden voor ontslag op staande voet. Dus wat zie je hiervan? Wat leer je hiervan? Als een bedrijf duidelijke regels hanteert dat diefstal in alle gevallen, eigenlijk een soort van zero tolerance beleid, leidt tot ontslag op staande voet en dat wordt uniform geïmplementeerd, dan gaat de rechter daar in bijna alle gevallen in mee en merkt dat aan als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Betekent dat nou dat het altijd een dringende reden is? Antwoord op die vraag is nee, dat is niet zo, want er kunnen zich hele bijzondere omstandigheden voordoen waarin een afwijking van die lijn gewettigd is. Maar als jij bijvoorbeeld 2 kinderen hebt, zoals ik zelf, en je wilt je daarop beroepen om te zeggen ik ontkom aan de dringende reden, ik denk dat dat lastig wordt, dan moet je toch echt wel heel wat meer kinderen hebben, wil je kunnen ontkomen aan een ontslag op staande voet. En dan moet je toch echt denken aan, nou wat we hier achter ons zien, een gezin met 22 kinderen. In dat geval maak je misschien nog kans met je handje pinda's om aan de dans te ontspringen van het ontslag op staande voet, maar in alle andere gevallen geldt inderdaad, het eten van een handje pinda's kan een dringende reden voor ontslag op staande voet zijn. En als er duidelijke regels zijn binnen het bedrijf, zal het dat 9 van de 10 keer ook inderdaad zijn. En zo direct gaan we kijken in het volgende college naar de vraag of je op Facebook je baas zomaar kunt uitschelden. Dank jullie aandacht.